Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Alexander de Roo, ik ben voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Goed dat jullie er allemaal zijn. We zijn blij dat Josse de Voogd bereid is geweest om een lezing te verzorgen. En dat doet hij heel goed. Hij is onderzoeker en publicist. Ja, ik zeg altijd, hij is politiek geograaf. Hij weet precies welke gemeente wat stemt. En hoe dat verandert in de loop van de tijd. En hij houdt zich ook bezig met bestaansonzekerheid. En in dat licht zal hij een lezing geven van, kan dat basisinkomen nou helpen met die bestaansonzekerheid? En hoe zit dat nou met die bestaansonzekerheid in Nederland? Ik geef nu het woord aan Josse. Hij spreekt 20 minuten, 30 minuten. En daarna hebben we tijd voor discussie en vragen. Josse, het woord is aan jou. Hartelijk dank voor de introductie en voor de uitnodiging en het welkom op deze hele mooie plek. De basis en de buitenstaanders, even als titel, buitenstaanders en gevestigden, was de ondertitel van de Atlas van Afgehaakt Nederland. Dat is een boek, dat heb ik 1,5 jaar geleden uitgebracht met René Cuperus over onbehagen in de samenleving, ongelijkheden, weerstand, politiek protest en dergelijke. Die gaat heel hard rond in de politiek, in bestuurlijk Nederland. Omdat heel veel mensen zich wel zorgen maken over waar het naartoe gaat. Wij hebben vooral de analyse gedaan. De volgende stap is natuurlijk, ja, wat kun je er allemaal mee of aan gaan doen? Nou, er zijn allerlei ideeën over. En eigenlijk is het basisinkomen iets waar ik zelf ook heel vaak op uitkom. We hebben het net al genoemd van dat heel veel partijen ook bestaanszekerheid meer aan het omarmen zijn. Maar dat kan natuurlijk nog op heel veel manieren. En eerst moet je wel op de juiste manier, denk ik, die samenleving in beeld krijgen. En waarom dat basisinkomen daar dan een goede optie voor zou kunnen zijn. Misschien wat mij betreft wel beter dan losse dingetjes als een hoger minimumloon of een specifieke hogere uitkering. Maar daar kom ik zo op. Nou, mijn thema is vooral de verkiezingsgeografie, waar ik al veel jaar mee bezig ben. Ooit begonnen bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, waar ik het boekje Bakfietsen en Rolluik heb geschreven over hoe verschillende gebieden in het land er op verschillende manieren uitzien en verschillend stemmen. Daarna allerlei studies voor binnenlandse zaken geschreven, met als meest recente dus de Atlas van Afgehaakt Nederland. Ook afgelopen jaar een serie gemaakt, die heette Aangehaakt, met Omroep WNL, waardoor we door allerlei plaatsen liepen en de scheidslijnen daar lieten zien. En een aantal keer bij de NOS gezeten op verkiezingsavond. Wat mij betreft is de verkiezingsgeografie niet alleen maar iets wat interessant is op de verkiezingsavond. Het is een portret van hoe zit Nederland in elkaar. Welke scheidslijnen domineren op welke plekken. Waardoor het een soort portret of microgeografie van Nederland is. En eigenlijk daarmee ook heel bruikbaar voor partijen, voor overheden, voor allerlei organisaties om te zien wat er allemaal speelt. Omdat ongelijkheid en onbehagen is niet gelijk verdeeld. De kiezers van sommige partijen zijn veel pessimistischer over waar het heen gaat dan die van andere partijen. En als die het allemaal op een bepaalde plek heel goed doen, dan weet je dat daar veel onbehagen zit, dat daar misschien specifieke problemen in die gebieden zitten. Neem het aardbevingsgebied in Groningen. Dat kun je ook wel via landelijke enquêtes doen, alleen verkiezingsgeografie is veel preciezer. Het luchtige deel is dus van wat voor soort wijken stemmen op wat voor soort partijen. De GroenLinks-wijken meer met de geveltuintjes en de PVV-wijken wat meer met de tegeltuinen en de rolluiken en zo. Maar het meer, en zo kun je een hele typologie van wijken uittekenen, maar het meer het ernstige zorgelijke deel is toch dat het stemgedrag dus ook een barometer of een thermometer is hoe het op een plek gaat, waar het onbehagen zich ophoopt. Dus je steekt hem erin, die barometer of thermometer, leest het af en je ziet het temperament van die samenleving. Daarvoor gebruik ik veel cijfers en kaarten, maar ik ga ook veel het land in om het allemaal te observeren, te horen wat er op plekken aan de hand is. Daarnaast, die verkiezingsgeografie uiteindelijk, en daarmee is waar ik me mee bezig hou, ook steeds breder geworden, omdat het land zo portretteert, gaat het uiteindelijk over alles. Over ongelijkheid, over onbehagen, over groepen die tussen wal en schip raken. Groepen die dus helemaal niet in beeld zijn, letterlijk omdat het ergens afgelegen in een hoek van het land achter een geluidswal is. Of omdat ze geen groepen hebben die ervoor opkomen. Want ook lobbygroepen zijn natuurlijk altijd weer in bepaalde delen van de samenleving sterker dan anderen. En daarbij raakt het
ook wel mij persoonlijk. Ik ben tijdens de studietijd ziek geworden, de ziekte van Vijver, in combi met hoogteziekte. Dat is nooit overgegaan, chronisch vermoeidheidssyndroom, CVS, POTS-achtig geworden. Moeilijk aantoonbare ziektes, de ernst ervan, betekent dat je eigenlijk helemaal buiten het sociale stelsel valt. Dus geen uitkering, daardoor niet alleen die uitkering niet, maar zit je ook niet in een systeem om aan aangepast werk te komen. Moet je het dus eigenlijk altijd zien te rooien, met altijd de afweging maak je dat wel of niet bekend. Lang verborgen gehouden, pas toen het ietsje beter ging, dat wel genoemd. En daarmee dus ook gezien van ja, je kunt een heel uitgebreid stelsel hebben, maar als daar gaten in zitten, als daar mensen tussen wal en schip vallen, dan functioneert dat eigenlijk helemaal niet goed. En ergens is het soms wel eens schrijnender, omdat heel veel mensen nog wel het idee hebben dat het zo goed werkt. Mensen kunnen zich helemaal niet voorstellen dat je in Nederland ziek en arm kunt zijn en geen uitkering kunt ontvangen. Het zijn natuurlijk regels die op een gegeven moment ingevoerd zijn. Veel mensen van wat hogere leeftijd hebben soms nog die wat oudere contracten. Of als je nog gewoon in een baan zit. Of bijvoorbeeld bij de huurwoning, als je een oud contract hebt, betaal je nog een stuk minder. Dus het is iets wat pas langzaam aan het doorcijpelen is. Het gaat om nieuwe situaties die veel slechter zijn dan vroeger. Maar mensen hebben soms nog dat oude beeld. Die denken nog echt letterlijk de VVD-verkiezingsposters in Hellendoorn van een uitkering is een hangmat. Mijn ervaring is totaal anders. Tegelijk heb ik daar eerder via familie, vrienden ook wel eens voorbeelden van gezien. Het gekke is, het is allebei soms een beetje waar. Omdat er geen stabiele, gelijkwaardige basis is. Het is een beetje toeval. Ben jij op een handige manier ooit aan een regeling gekomen of val je daar helemaal buiten? Waarmee de verzorgingsstaat dus ook weer zijn eigen ongelijkheden creëert. Van wie was er op tijd bij voordat de maatregel veranderde? Wie had misschien al een goede baan waar die ook een betere uitkering door kreeg toen hij ziek werd? Wie heeft de juiste advocaat genomen? En bij mij werd op een gegeven moment zo basaal van degene die me moest keuren, had hij zelf een familielid die hetzelfde had of niet? Bij het UWV lukte het niet, bij de bijstand een tijdje wel om hulp te krijgen. De eerste had inderdaad een moeder, oh die had hetzelfde, oh wat vervelend die uitkering. De volgende zei, het is maar een way of life, dat ziek zijn en uitkering hebben, hup, gewoon aan het werk schoppen en niet eens je studie afmaken. Dus er zit een pure willekeur in, waarin de bijstand wat mij betreft ook niet, zoals het vaak genoemd wordt, een laatste vangnet. Nee, een laatste vangnet zou onvoorwaardelijker moeten zijn. Je moet door allerlei hoepeltjes springen, je moet de juiste wegen kennen. Er zitten allerlei risico's aan verbonden. Als je een of ander foutje maakt, dan kan het allemaal teruggevorderd worden. Ja, eigenlijk wat teruggevorderd wordt, is toch eigenlijk al geen vangnet meer. Want dan moet je dus de capaciteiten hebben om zo handig te zijn dat jou die terugvordering niet overkomt. En dan heb je ook nog kans dat er fouten worden gemaakt. Dat het niet eens door een verkeerd vinkje van jezelf is, maar de Belastingdienst bijvoorbeeld met zijn algoritme je er op een onjuiste manier uitpikt. Nou, dus dat eigenlijk allemaal bij elkaar. Ons onderzoek, wat we overal in het land horen, op heel veel plekken geven we lezingen, horen we ook weer dingen terug over alle problematieken en dus eigen ervaring. Ja, geeft toch een aardig portret van hoe dat in die samenleving allemaal gaat. Hebben we dan dus die Atlas van Afgehaakt Nederland overgeschreven. In principe dat afhaken, die term komt van de commissie Remkes, die heeft onderzoek gedaan naar de staat van de Nederlandse democratie. Dus dat ging eigenlijk voornamelijk om het democratische proces, van wie doet daar wel of niet aan mee, aan de politiek. Wij maken het iets breder maatschappelijk, dus ook sociale zekerheid, ja, wie zit aan de knoppen, wie is aan het woord. Wel een beetje getwijfeld over die term, omdat het wat stigmatiserend kan overkomen van, ja, jullie zijn afgehaakt, haak gewoon weer aan, weet je wel, richt je eigen partijen op. Nou, dat is voor heel veel mensen natuurlijk heel ingewikkeld. Die zijn gewoon druk met overleven. Een groot deel van Nederland is laaggeletterd. Heeft niet de middelen, kanalen om dat te doen. Dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch hebben we hem erin gelaten om de ernst uit te stralen. Nuance kan ook zijn van ja, misschien is het juist de bovenkant van de samenleving die vooral is afgehaakt. Heeft allerlei processen in gang gezet waar andere mensen niet in mee konden. Dus het komt misschien meer van die kant. Die hebben het gewoon allemaal te ingewikkeld gemaakt. We gebruiken als ondertitel dus buitenstaanders en gevestigden. Daar doen we ook allerlei metingen mee over die groepen. Dat vinden we net iets minder heftig dan afgehaakt, maar komt min of meer op hetzelfde neer. Van de gevestigden zijn eigenlijk de traditionele partijen met kiezers op die partijen die vrij veel vertrouwen hebben in de overheid en optimistisch zijn over waar het naartoe gaat. En de buitenstaanders eigenlijk de kiezers op de andere partijen die pessimistisch zijn en het grootste deel van de niet-stemmers die over het algemeen ook in die hoek zitten.
Nee, er zijn natuurlijk heel veel heeft er gespeeld de afgelopen jaren, waardoor die atlas ook meer aandacht kreeg dan we eigenlijk hadden verwacht. Natuurlijk het toeslagenschandaal, toch wel als triest dieptepunt, maar ook veel maatschappelijke polarisatie rondom corona, rondom toenemende ongelijkheid, migratie, wonen, de tekorten, de stikstofcrisis en alle verschillende ideeën daarover. De energiearmoede die even heel groot werd, even lijkt afgekocht, maar ik denk dat dat op termijn toch ook weer op gaat spelen. Ja, en bij al die dingen geldt dat er gewoon onrust is voor groepen dat ze sociaal gaan dalen of vallen. In een context waarin dat sociale stelsel minder goed is dan het in het verleden geweest is. Natuurlijk heeft het ook te maken met het verliezen van je identiteit, wat bijvoorbeeld in die boerensector meer speelt. Maar bij heel veel zaken is het ook gewoon puur iets economisch. Van, ja, waar gaat het met ons naartoe? Nou, de Atlas heeft ook geleid tot een motie in de Tweede Kamer om nog een extra commissie in te stellen. De Commissie Versterking Weerbaarheid Democratische Rechtsorde, waar ik ook lid van ben. En daar gaan we ook wel heel uitgebreid in over het functioneren van de overheid zelf. Dus niet alleen maar van ja, er zijn allemaal boze mensen op internet aan het schelden, maar ook van ja, wat zijn er voor, ja, waar heeft de overheid zelf eigenlijk gefaald in het leveren van diensten en daarmee heel veel wantrouwen gekweekt. Nou, we baseren ons bij die tegenstelling buitenstaanders en gevestigden op dit schema. De optimistische kiezers staan hoog in dit schema, de pessimistische onderaan. Onderaan staat het, als het gaat het verkeerde kant op in Nederland en hoog gaat het de goede kant op. Links als je ontevreden bent met je eigen leven, rechts als je tevreden bent. VVD'ers en D60'ers in die bovenste hoek, die zijn het meest tevreden. PVV is het meest ontevreden linksonder. Nou, de meeste mensen zijn op beide assen of tevreden of ontevreden. Alleen bij de SGP zijn ze blij met hun eigen leven, maar niet met het de ontwikkeling in de samenleving, waarschijnlijk door de snelle ontkerkelijking. Nou, dan zie je eigenlijk, we worden alleen door die groep rechtsboven over het algemeen bestuurd. Die zitten in coalities, in allerlei andere bevriende maatschappelijke instituties. En die linker onderhoek zitten ook de SP, de niet-stemmers, 50+, Partij voor de Dieren. Ja, die vallen daar eigenlijk altijd buiten. Het is ook heel duidelijk naar opleidingsniveau en naar inkomen verdeeld. Rechtsboven staan de academisch opgeleiden en de hoge inkomens en linksonder de lage inkomens en mbo-opgeleiden. Nou ja, dit vinden wij dan is eigenlijk een heel grote scheidslijn in die samenleving. Die gaat ook door links en rechts heen, want beide hebben hun eigen linker en rechter vleugels. En dan zie je van ja, die ene groep die heeft het gewoon echt wel veel moeilijker. En daarvan wordt de achteruitgang aan die andere kant ook niet altijd gezien en herkend. Heel veel mensen rechtsboven hebben veel vastere contracten. Die zien die onzekerheid veel minder. Ja, daar linksonder toch veel meer mensen die met een onzeker contract in een magazijn werken. Wat zich ook allemaal geografisch uitsorteert. Rechtsboven zitten ook wel lage inkomens, maar dat zijn toch iets vaker mensen die nog aan het begin van een inkomensladder staan. Die ja, relatief jonge mensen, iets vaker dan wel gezond, waarbij het misschien wat meer een tijdelijke fase is, dat ze niet aan woningen of vast werken komen. Nou, als je die groepen op de kaart zet, krijg je dit beeld van Nederland. Dat is eigenlijk het belangrijk deel van de atlas van hoe zit dat dan geografisch. Ja, in principe zitten die groepen natuurlijk overal, zitten kwetsbaarheden ook overal. Maar toch vallen wel een aantal dingen op die ook iets zeggen over veranderende patronen qua ongelijkheid. Je ziet een enorme toename van stemgedrag op protestpartijen in de zogenoemde groeikernen. En vaak een afname in de traditionele grote steden. Nou, dat zijn hier rond Amsterdam bijvoorbeeld Purmerend, Almere, Lelystad. In eerste instantie trokken Amsterdam lag er heel anders bij. 40 jaar geleden trokken juist hogere inkomens vaak daar naartoe weg. Gaandeweg is dat gaan omkeren. Dat de stad weer veel populairder en duurder werd. En eigenlijk gaandeweg wat meer lagere inkomens juist naar die plaatsen in de omgeving zijn verhuisd. Binnen die steden treedt weer een proces op waarbij alle hogere inkomens daarbinnen ook vaak weer doorverhuizen naar de nieuwste wijken. Dus in die oudere wijken komt dan een ophoping eigenlijk van mensen die vaak wat kwetsbaarder zijn. Die vaak ook in ja, relatief onzekere contracten ook zitten. Een groot deel van Almere schijnt bijvoorbeeld op Schiphol te werken, een beetje dat soort. Een ander gebied is West-Brabant. Heel veel van die logistieke bezigheden. En daar zit een subtiele achteruitgang die je moeilijk in cijfers kunt meten. Als je eerst een vaste baan hebt in een fabriek met een vakbond, met vaste collega's, normale werktijden,
die wordt vervangen door een onzekere baan omdat die industrie is weggetrokken. Wordt vervangen door iets in zo'n distributiehal op gekke tijden waar je alleen maar met de auto kunt komen en onzekere contracten, maar het inkomen is netto nog wel hetzelfde. Ja, dan zien die gevestigden soms niet helemaal die achteruitgang van ja, vooral een lagere middenklasse. En dat duikt daar elke keer in op. Dit hangt veel samen met een lager opleidings- of inkomensniveau, maar niet helemaal. Sociale samenhang blijkt er heel erg toe te doen. Overal waar veel vrijwilligerswerk is, waar relatief veel mensen naar de kerk gaan, waar relatief veel mensen geld geven bij collectes, daar is de opkomst relatief hoog en relatief weinig proteststemgedrag. Ondanks dat het ook niet zulke welvarende gebieden vaak zijn. Dus dat is nog wel een hele belangrijke toevoeging daaraan. Dat is eigenlijk alles door het midden van het land richting het noordoosten, dus de Bijbelbelt, maar ook gebieden in het noorden die al lang onkerkelijk zijn. Dus ja, het is niet alleen maar een economisch verhaal, het heeft ook iets cultureels. Dat zuiden, wat langer een soort tweederangs gebied, generaliteitslanden, hele geschiedenis van honderden jaren, dat het zich een beetje tweederangs voelde bij de rest van het land, dat zie je ook nog wel terug in een wat zwakkere sociale structuur. Als je inzoomt, dan blijken de verschillen binnen die gemeente vaak ook weer heel groot. En dat vind ik ook een hele belangrijke waarschuwing voor allerlei programma's die bedoeld zijn om bepaalde gebieden of groepen verder te helpen. Kaarten of grove cijfers zijn heel goed voor algemene ideeën, maar altijd als je inzoomt blijkt het allemaal toch weer net even anders en ingewikkelder. En dat is ook iets waarom ik vaak zo pleit voor meer universele dingen. Recent is het plan om alle leerlingen op scholen met meer dan 30% kinderen met ouders met een laag inkomen een gratis lunch te geven. Al dat soort maatregelen leiden het weer tot harde knips wie er wel en niet bij hoort. Sluiten mensen uit en in, omdat eigenlijk beloon je steden die heel gesegregeerd zijn, zoals Amsterdam en Utrecht. En plekken als Almere, Nieuwegein, die vallen buiten de boot, omdat het daar allemaal veel gemengder en gelijkmatiger is. Als je daar preciezer kijkt, zie je wel dat het ene woonerf er heel veel slechter bij ligt dan het andere. Maar het is niet zo hard als een scheidslijn tussen een Overvecht en een tuindorp in Utrecht. Wat dus maakt dat waarschijnlijk in Almere heel vaak 20% van de kinderen uit een minder welvarend gezin komt en dus niet die gratis lunch krijgen. Terwijl op die andere school krijgen ze het wel, terwijl lang niet al die kinderen een laag inkomen hebben. Dus bij alles wat je gaat toekennen zit een bepaalde onrechtvaardigheid. Ik denk dat mensen in kansrijkere posities soms niet zo goed snappen wat dat doet met mensen. Dat toch het gevoel van dat een hoger iemand aan het toekennen is wie iets wel en niet krijgt. En die denken vaak zoiets van, ja, waarom zeur je nou dat die het wel krijgt, wees blij dat die het wel heeft. Maar ja, soms voelt het rechtvaardiger als je het dan maar allebei niet hebt. Liever natuurlijk allebei wel. Ik zou zeggen, regel die lunch gewoon door heel Nederland. En ga dan kan je wel weer denken, ja, er zijn allemaal welvarende mensen die het niet nodig hebben, die kunnen het zelf betalen. Ja, nou ja, dan hebben ze ook een paar euro korting, doe je er een paar euro belasting bij, netto hetzelfde. Het gaat erom dat met al die toekenningen gewoon een grote willekeur dus ontstaat, die zich niet verhoudt tot die geografie als je inzoomt en tot de persoonlijke situaties van mensen. Ja, dan kom je op dit soort gebieden, van waar zit dat onbehagen nou? Nou, sommige plekken daarvan zijn heel bekend. Linksonder Pekela, Oost-Groningen, middenonder Rotterdam-Zuid. Maar er zitten veel meer plekken waar dat onbehagen speelt, wat meer micro-stukjes zijn en die eigenlijk in alle plaatsen van Nederland wel voorkomen. Plukjes uit de jaren 80 wijken, vooroorlogse arbeiderswijkjes, de tuindorpen zeg maar, de flatwijken. Veel van die plekken die hebben eigenlijk meer hulp, meer overheid nodig. Rechtsonder is er net een andere typologie met ook veel onbehagen. Dat is Sint-Willebrord in West-Brabant. Self-made ondernemers die zijn opgeklommen. Vonendam is ook een beetje die typologie. Ja, die zullen eerder iets hebben van overheid, blijf gewoon alsjeblieft weg. Is misschien ook moeilijker die binnen te halen voor steun voor een basisinkomen. Je hebt toch zoiets van, ja, dat is overheidsregulering en je moet werken voor je geld. Een beetje zo'n soort mentaliteit. En tegelijk denk ik, wat daar wel heel erg speelt en wat iedereen deelt hier dwars door al deze typologieën heen, is hoe zat men het is dat alle regels zo ingewikkeld zijn. En vanuit die gedachte kun je vaak ineens veel meer groepen, die misschien eerst een beetje huiverig zijn voor gratis geld uitdelen, toch wel binnenhalen als je zegt hoeveel het ook aan gedoe bezuinigt en hoeveel regels er kunnen vervallen. Dus elke typologie heeft misschien net een ander argument nodig waarom zo'n basisinkomen of soortgelijke maatregelen een verbetering zijn. Nou, wat er ook gaande is, een basisinkomen is natuurlijk in het begin in ieder geval heel goed voor wie nu in al die kwetsbare situaties zit.
Maar uiteindelijk voor een veel grotere groep, omdat er gewoon hele grote maatschappelijke transities gaande zijn. Wat je merkt is dat in de hele grote middenklasse die Nederland heeft, ergens een splitsing begint op te treden. Dus het is niet alleen maar een scheidslijn tussen heel arm en rijk, maar ergens daartussen zit die groep met die vastere contracten of die lossere contracten. In gebieden die meer booming zijn of die het wat moeilijker hebben. Wie nog wel een huis kan kopen of wie niet meer. Of wie wordt weggedrongen naar plekken verder weg. Wie nog de kinderen kan helpen op kamers en met de studie en wie niet meer. Dus niet alleen maar het verschil tussen Bloemendaal en Velsen Noord, maar ook tussen twee van dat soort wijkjes, de nieuwe Phoenix of enigszins verloederend woonerf uit de jaren 80. Dit is heel mooi in beeld gebracht door Branko Milanovic, een onderzoeker die heeft de hele wereldbevolking van arm naar rijk op een rij gezet. En die zegt dan, als je dan kijkt van wat zijn de effecten van een paar decennia lang globalisering, neoliberalisme en dergelijke, wat heeft dat gedaan met de inkomensverdeling? En dan krijg je de vorm van een olifant, de olifantencurve noemt hij hem. Eigenlijk met een heel groot deel van de wereld gaat het eigenlijk best aardig. Moet je natuurlijk niet over de ecologische factoren hebben, maar in ieder geval qua welvaart in India, China, vergelijkbare landen, toch wel heel veel mensen uit de acute armoede getild. Dat is die grote rug van die olifant. Links een aantal landen die daar niet van hebben geprofiteerd of erg worden uitgebuit. Dan krijg je een dal. En helemaal rechts weer die piek van die slurf. Zou die slurf er niet zijn, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van hey, dit is op wereldschaal eigenlijk heel eerlijk, dat dat wat gelijker is getrokken. Het zure is, die slurf is er wel. En je krijgt dus, die slurf omhoog is eigenlijk het rijke deel van het Westen, plus rijkere elites uit andere landen. En dat dal is eigenlijk de onderste helft van het Westen. Dus eigenlijk de lagere middenklasse en onderkant, die stagneert al heel lang in inkomen. Of gaat zelfs letterlijk achteruit, omdat heel veel indirecte dingen ook je inkomen verminderen. Minder aftrekkosten, meer eigen bijdrage, hogere woonkosten enzovoort. En doordat dat voelt zo heel onrechtvaardig, dat ene deel stijgt nog door en het andere deel daalt. Nou, dit zijn processen waar je wel weinig invloed op hebt als overheid. Vanuit wereldschaal misschien ook wel logisch dat dat wat aan het veranderen is, de rest van de wereld. Ja, die wil ook haar aandeel. Er zijn ecologische grenzen, dus het is misschien ook wel niet mogelijk om nog heel veel door te groeien, maar je moet dit wel gaan opvangen. En ik verwacht dat dit dus met meer groepen gaat gebeuren. Door de toenemende migratie, het gaat vaak over alle problemen en zo die het met zich meebrengt, maar dat zijn natuurlijk ook vaak juist hele kansrijke groepen. Worden groepen hier soms wat weggedrongen qua mogelijkheden, bijvoorbeeld op universiteiten. Je krijgt een robotisering die hele grote groepen eigenlijk een soort van nutteloos kan gaan maken, of in ieder geval een tijdelijke overgangsfase gaan hebben zonder werk. Daarna kun je wel weer iets nieuws gaan zoeken. Misschien dat de energietransitie hele sectoren ineens werkloos gaat maken. Er komen gewoon allerlei transities aan waar je eigenlijk een stevige basis voor moet hebben om die aan te kunnen en om ervoor te zorgen dat er niet te veel weerstand rondom die transities ontstaat. Want elke verandering kent verliezers. Dat is sowieso nooit leuk, maar helemaal niet leuk in een context van geen goed vangnet. Dus je maakt hiermee eigenlijk je samenleving gewoon schokbestendig. Het kan zijn dat je in eerste instantie die lagere middenklasse niet zo meekrijgt met een plan voor een basisinkomen, omdat daar sterk dat idee leeft van we willen geen geprofiteer. En die zijn vaak heel erg aan het schoppen naar twee kanten en naar de bovenklasse en naar groepen met een uitkering. Dus die zullen even denken van, wow, nou, zijn we daar wel voor? Maar ik denk op termijn juist wel om die groepen op te gaan vangen. Omdat ik dus gewoon verwacht dat een hele grote groep uit het lagere midden echt richting onderkant zal gaan. En daar is het systeem niet klaar voor. Mede omdat het dus zo ontzettend ingewikkeld is. Nou, die groep die voelt zich van alle kanten klem gezet. Je moet ook oppassen dat maatregelen niet te veel daar stapelen. Ik noem altijd het voorbeeld van het scooter- en brommerverbod in Nijmegen. Als losse maatregel heel erg mee eens, want dat is heel vervuilend. Maar het zijn de groepen die alle klappen al vangen. Die in die buitenwijken wonen, over hoge viaducten moeten op weg naar de binnenstad. Werken op gekke tijden op die afgelegen industrieterreinen. Dus je moet oppassen dat niet alles bij diezelfde groepen terechtkomt. En zorgen dat het een wat robuuster geheel wordt. Waar die groep ook veel last van heeft, en daar werkt het basisinkomen heel goed tegen, is de armoedeval. Overal net buiten vallen. Dus geen profijt van de overheid, zoals ze dat dan noemen hebben. Net te veel voor die sociale huurwoning, net te veel voor de toeslag, maar eigenlijk ook niet meer mee kunnen met het kopen en geen vast contract krijgen en daar tussen klem zitten.
En dat hef je hier natuurlijk best wel mee op met zijn basisinkomen. Nou, wat ook nog opvalt is de enorme verschuiving van dat proteststemgedrag. Ik zei al van Amsterdam naar Almere, dat is een soort van omgekeerd, maar eigenlijk ook steeds verder van de Randstad in de buitengebieden, zeg maar, van Nederland. Ik weet niet of een basisinkomen daar echt heel veel in gaat uitmaken, maar in ieder geval neemt het iets van die paniek weg die in veel gebieden is. Heel veel mensen trekken toch ook naar die steden uit nood om werk te vinden. Kan zijn dat het met iets meer ontspanning zich dat iets meer verdeelt. Maar daarvoor geldt ook weer van ja, alle regio's krijgen vaak klappen als een bepaalde sector verandert of omvalt. Nou ja, zorg dat je systeem daar in ieder geval klaar voor is. Wat me ergert soms aan de discussie over stad, platteland, is dat het vaak als twee, dat het allebei heel veel aandacht krijgt terwijl de massa er dus tussenin woont. En dat is dus weer dat verhaal over Almere en over die gratis lunch. Ik noem het eerst altijd randstadisme, te veel aandacht voor de Randstad. Daarna krijg je regiokramp. Ter overcompensatie moet het nou ineens elke dag over de regio gaan op het nieuws. Waarbij je vaak juist de kansrijke groepen in de regio die aandacht pakken in plaats van de armere groepen. Terwijl eigenlijk de meeste mensen wonen in het middenland, zoals ik het noem, middelgrote plaatsen. Iets tussen de zeg 10 en 100.000 inwoners, dat is ongeveer half Nederland. Waar die scheidslijnen dus wat subtieler verspreider zijn. Je kunt dat goed zien via de leefbarometer, een indicatie hoe het met een gebied gaat. Ja, in steden is het vaak of helemaal groen of helemaal rood. In grote steden, in die groeikernen bijvoorbeeld, is het veel spikkeriger, meer gespikkeld. Nou, dan zie je al dat ze dus nu in Nieuwegein de gemeente of de wijkgrenzen even kunstmatig hebben veranderd om maar in een nationaal programma te komen. Leefbaarheid en veiligheid heet dat. Om als gemeente niet de hele tijd maar tussen wal en schip te vallen. Dus ze hebben gewoon uit alle wijken zijn allemaal gemiddeld, maar ze hebben zo'n grens getrokken, alle kwetsbare gebieden bij elkaar, om maar daarin te komen. Dat laat dus ook de willekeur van zo'n nationaal programma eigenlijk zien. Enerzijds wel goed, je wil de kwetsbaarste plekken opstoten. Maar die plekken die dan elke keer net buiten het net vissen, ja, daar zit het onbehagen. En je moet het proberen iets meer toch uiteindelijk op individueel niveau achterstanden zien weg te trekken. Nou, wat ook heel erg opvalt, dat raakt ook weer heel erg aan grip en zekerheid, dat gezondheid eigenlijk de grote scheidslijn is. En eigenlijk nog weer een overkoepelende woord is denk ik grip. Natuurlijk gaat het voor een heel deel over inkomen, over opleidingsniveau. Maar dit valt het nog veel beter samen eigenlijk. De correlatie tussen stemgedrag en gezondheid is nog opvallender. Lage opkomst, slechte gezondheid is nog sterker dan laag inkomen en lage opkomst. Omdat je pakt het individuele, mensen met gezondheidsproblemen zijn eerder financieel kwetsbaar. Maar het is ook een soort collectief iets. Op het individuele vlak is het ook nog gezond en arm is toch minder erg dan ongezond en arm. Gezondheidsprobleem brengt heel veel gedoe in het leven met zich mee. Aan regelgeving, aan invechten via werk, onbegrip uit de omgeving. En daarnaast is er ook nog dus een collectief iets, wat ik zei, van die zone waar het dus boven gemiddeld veel wordt gestemd en tevredenheid lijkt, die is ook veel gezonder dan je zou verwachten op grond van inkomen. Dus toch door die samenhang, minder eenzaamheid. En wat heel veel voorkomt is dat dus kerken een soort tweede vangnet zijn waar de overheid tekort is geschoten. Die ook zei van geef je energietoeslag maar aan iemand anders uit de kerk die het harder nodig heeft. Bijvoorbeeld dat daar toe opgeroepen werd. Op heel veel plekken vangen die echt dus de gaten op die een overheid laat liggen. Ja, en dat zit ook weer vaker in die gebieden. Nou, over gezondheid. Dat raakt natuurlijk dus heel erg aan onzekerheid en grip. Nou, daar heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving laatst ook een keer bij opgetreden, ook hele mooie studies over gedaan. Onder andere het boek Gezichten van een onzeker bestaan hebben zij geschreven. Waarin je gewoon elke keer weer ziet van, oh wat zijn die mensen toch verschrikkelijk in de stress beland. Allemaal nog bovenop het gezondheidsprobleem of zo wat ze ooit hadden. En dat laat eigenlijk zien, ook in dat onderzoek daar, er is een groot verschil bijvoorbeeld in gezonde levensverwachting tussen praktisch opgeleide en academisch opgeleide. Dat komt door allerlei factoren, maar eigenlijk zeggen ze, ja, de grootste factor daarin is sociale zekerheid. Dat is dus niet de meer zichtbare dingen als, er wordt bijvoorbeeld daar, die huizen staan dicht op die fabriek. Nou ja, ik zeg heel vaak,
liever die fabriek in de tuin in ruil voor een basisinkomen dan andersom. Zeg maar, de impact van financiële zekerheid is oneindig veel groter dan wat die fabriek zal uitstoten waarschijnlijk. Alleen dit is heel zichtbaar, dus daar is veel meer focus op. Er zijn mooie kaartjes van vervuiling, dit en dat. Laatst was bijvoorbeeld een kankeratlas uitgeschreven. Dat is een beetje een gekke term, maar zo heette die echt. Niet als geldwoord. Waarbij je zag van rond bepaalde industrieën zit een kring van dat daar bijvoorbeeld vaker voorkomt. Nou, enerzijds is dat heel erg. Anderzijds, als je dan kijkt naar de absolute aantallen, zag je dat iets als longkanker een hele grote groep in Nederland is. En dat is gewoon exact de kaart van inkomen. Zo van, de kans dat je dus dat oploopt is met een laag inkomen is dus heel veel groter. En ja, heeft uiteindelijk dus meer impact dan een factor als een weg of een industrie iets of zo. Dus ja, daar valt dus ook gigantisch veel te winnen, die zekerheid toe te laten nemen. Voor mensen zelf, maar uiteindelijk ook als maatschappij. Omdat je aan zorgkosten heel erg veel kwijt bent en aan die hele onzekerheid ook. Die hele bureaucratie die erbij komt kijken, vandaar die foto van die map met papieren. We zijn heel erg gewend om te rekenen vanuit kostenbeheersing, maar de kosten zijn eigenlijk gigantisch. Mensen die niet tot bloei komen, gezinnen die om een paar honderd euro boete, die loopt uit de hand, want die kunnen ze niet betalen, ze worden uit huis gezet. Vervolgens is er van alles in dat gezin uit de hand en kost het gezin tonnen in plaats van een boete die ooit met een paar honderd euro begon. Een en al van dat soort drama's. Alle toekennen van geld wat vaak twee keer zoveel kost aan overhead. Het is zo totaal uit de hand gelopen. En wat ik zeg, het is niet klaar voor alle grote transities die er ook nog aan gaan zitten komen. Dus heel belangrijk om de grip van mensen te doen toenemen. Nou, deels dus persoonlijk. Het doenvermogen van mensen kunnen ze hun rechten behalen. Ook maatschappelijk. Dat iedereen het goed mee kan doen en zijn invloed kan hebben. Er moet gewerkt worden aan het verminderen van complexiteit. Gelukkig begint dat gaandeweg een beetje consensus te worden in Den Haag. Los van of men nou een basisinkomen als oplossing ziet of niet. Want het is ook heel belangrijk dat er een soort legale route gaat ontstaan voor mensen die aantrekkelijker is dan bijvoorbeeld een zwart circuit ingaan. Er wordt daar heel vaak gesproken over pakkans, maar er zit ook een pakkans in de sociale zekerheid. Als jij iets aanvraagt, we zitten nu te twijfelen, gaat onze dochter misschien van 2 naar 3 dagen opvang en dan gaat toch door me heen. Ja, maar als er dan wat misgaat, is het wel meer toeslag wat moet terugbetaald of zo. Van, je gaat op een gegeven moment rekenen van het aanvragen van iets is een risico. Net zoals een wietplantage op zolder beginnen een risico is. En soms vraag ik me af, is dat wel gebalanceerd? Is de legale weg niet zo ontzettend gevaarlijk? Zeker voor mensen die dat allemaal iets minder goed snappen. Dat ook echt wel een rol speelt in die weg niet kiezen en een andere weg inslaan. Want ik vraag me ook af, waar zijn al die mensen die recht op iets hebben en niet aanvragen? Ja, deels hebben die het heel schrijnend arm. Deels vinden die blijkbaar ook andere wegen die je als overheid liever niet hebt. Heel veel is veel te veel gericht op, je moet het zo laat ingeleverd hebben. En niet van, heeft dit gezin het gewoon nodig of niet? En maakt het uit of het voor of na 12 uur was. Er zit ook te veel willekeur in en vraagt weer te veel van mensen dat ze het zelf op orde moeten hebben. Er zit natuurlijk, ik noemde al die poster van die VVD over die hangmat. Daar zal ook wat weerstand te staan onder veel van die groepen tegen gratis geld uitdelen. Maar ze moeten bedenken hoeveel er nu ook al wordt uitgedeeld. En dat door die ingewikkelde regelgeving ook tot passiviteit leidt. Het is een beetje van, we maken het allemaal heel streng, want dan schoppen we mensen aan het werk. Maar het heel streng en heel ingewikkeld maken, maakt mensen ook heel passief. Omdat het gigantische gevolgen heeft als je ineens gaat werken en je inkomen wijzigt. Nog los van het hele armoedevalverhaal, dat is al wel iets verholpen inmiddels met de huurtoeslag. Maar het is veel meer dan dat. Het is niet alleen maar dat het niet, relatief niet zo rendabel is te gaan werken. Het gaat erom dat je in een gigantische kluwe terechtkomt die heel gevaarlijk is met hele grote risico's. En dan moet je nog weer voorschotten voor de kinderopvangtoeslag betalen enzovoort enzovoort. Er zit gewoon een hele grote barrière op. Nou, als tegenargument, dat merk ik ook op Twitter als ik iets over basisinkomen zit, begint meteen vanuit de rechterkant ook. Dat gaat een enorme aanzuigende werking hebben qua migratie. Dat verhaal gaat in de wereld rond, in Nederland krijg je gratis geld. Maar dan moet je ook even realistisch zijn van, dat beeld bestaat al wel een beetje. En er gaat ook al heel veel geld rond. Maar dat maakt mensen alleen maar verstrikt in dit soort situaties. Want je hoort ook soms wel met statushouders die vanuit een AZC in een woning komen, zeggen ze hun baan op.
Er wordt dan gedaan, ja, ze zijn lui. Nou, waarschijnlijk komen ze dus in zo'n heel frustrerend bureaucratisch iets terecht, wat het allemaal heel ingewikkeld maakt. En dat is, als je uit Nederland komt, al heel ingewikkeld laat staan in zo'n situatie. Dus die ingewikkeldheid is ook iets wat mensen passief maakt en productiviteit vermindert. En dus die hele retoriek moet eigenlijk omgebogen, van hoe krijg je mensen op een positieve manier aan de gang en niet dat geopjagen, want angst maakt eigenlijk ook passief. Bovendien kun je heel moeilijk in een systeem komen. Dus ja, als je erin zit, is het ook wel heel normaal een beetje onder de radar te blijven en daarin te willen blijven. En zo krijg je dus eigenlijk steeds meer drijfzandburgers, noem ik ze. Het gaat nog niet helemaal vreselijk slecht, maar het gaat ook niet goed. Je hebt gewoon een hele wankele basis. Je weet dat er geen goed sociaal stelsel is, maar ook geen goede vaste baan. Een toename van een precariaat, waar het systeem dus niet klaar voor is. Het raakt allemaal ook wel aan representatie en participatie. Voortdurend mag je als burger overal meepraten, omdat de overheid dat ineens helemaal hip vindt. Maar daar moet je wel de tijd en de middelen voor hebben. Een basisinkomen biedt ook weer die mogelijkheid. Van heel vaak is het in een politieke partij eerst 10 jaar vrijwilligerswerk doen en dan ineens verdien je een ton per jaar als Kamerlid, zeg maar. Die stap, die investering, die kunnen mensen uit kwetsbare groepen helemaal niet maken. Ook daarin kan een basisinkomen helpen. Diversiteit is helemaal een hip thema, maar heel vaak is het met een beetje kunstmatige quota achteraf, waar ik dan wel heel kritisch over ben, want als je het één doet, dan zul je waarschijnlijk zien dat de kwetsbaarste uit de andere groep, waarvoor geen beleid is, zullen wegvallen. Bijvoorbeeld chronisch zieke witte mannen, als voor die groep geen beleid is. Dat maakt me daar heel kritisch op, maar volgens mij zit het heel vaak daarin, dat gewoon mensen uit wat kwetsbare groepen gewoon die stap niet kunnen maken, niet kunnen investeren. En dat daarom ook sectoren als kunst, journalistiek, wetenschap, het is allemaal eerst gratis werken en daarna incasseren. En dat gratis werken, daar komen heel veel mensen niet doorheen, die geen buffer hebben, geen familie die steunt. Dus dat is een beetje een indirecte manier om ook volgens mij heel veel aan diversiteit, representatie, afspiegeling te doen. Nou, heel veel mensen voelen zich dus ook heel gefrustreerd dat de een iets wel krijgt en de ander niet. Dat zit hem dus ook een beetje in insiders, outsiders op de arbeidsmarkt. Wie krijgt wel of niet bepaalde contracten of uitkeringen? Dat zit rondom die armoedeval, die mensen die zich daardoor benadeeld voelen. Nou, ik denk ook dat een basisinkomen veel doet. Of jij bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag in een organisatie aan de orde kunt stellen. Kun jij klokkenluider zijn? Dat al dat soort dingen zijn nu vaak dingen waar je eigenlijk al een buffer voor moet hebben, omdat dat anders gewoon te veel risico is. Dus op heel veel dingen werkt het door en geeft het een bepaalde rust in de samenleving en minder angst voor allerlei veranderingen. En dan is de kunst van, ja, hoe krijg je het voor elkaar? Dat moet eigenlijk een soort uitruil van allerlei groepen, van links en rechts worden. Mijns inziens zijn er nu ook al bepaalde uitruilen in de samenleving gaande, meer ideologisch. Links heeft wat meer een culturele elite, rechts een economische elite, laat die aan elkaar zitten en je krijgt een soort van progressief rechtsbeleid. Dus wel klimaatbeleid, maar vooral met subsidies voor de hogere inkomens bijvoorbeeld, dat soort uitkomsten. Of een dividendbelasting afschaffen, maar de bedrijven die ervan profiteren wel een vrouwenquotum, maar geen diversiteitsbeleid op gezondheid en sociale klasse. In ieder geval dat soort dingen, maar ook op sociale zekerheid. Rechts kan het niet verkopen aan zijn achterban als de belasting omhoog gaat. Links kan het niet verkopen als voorzieningen verdwijnen. Ja, wat is daar de oplossing voor als de kosten wel toenemen? Nou ja, dat het zo ingewikkeld wordt dat niemand het meer aanvraagt. Dan kan je zeggen van het bestaat nog en het wordt ook niet te duur. En dat is een beetje de tragiek dat het zo ingewikkeld is gemaakt met zulke strenge regels. Dat heel veel mensen buiten de boot gaan vissen en dus die gatenkaas ontstaat. Waarmee ook een beetje een gekke combinatie staat van enerzijds dus wel groepen hulp geven, zeg maar het pamperen vanuit links en het opjagen vanuit rechts. Dus een negatieve combinatie die ook in een positieve omgebogen zou kunnen worden. Maar door het opjagen raken ze ook weer in paniek en aan de grond genageld en komen niet verder. Terwijl juist meer zekerheid daarin mensen rust kan geven, veiligheid en ze dan misschien ook wel meer gaan ontplooien en juist meer gaan werken wat die rechterkant dan weer als prioriteit heeft. Dus je moet die uiteraard op een manier zien om te keren in iets positiefs. Ik denk ook van wat simpel is, is vanzelf ook minder misbruik mogelijk. Nu moet je eigenlijk voor elke uitkering gaan zien, is hij eerlijk toegekend? Nou, dat is ondoenlijk, dus krijg je hele rare algoritme om dat dan een beetje willekeurig te doen waarbij van alles mis is gegaan.
Ik denk eigenlijk van ja, het is gewoon een fout van de overheid. Die moet gewoon iedereen goed weten te controleren. En als dat niet lukt, moet je niet allerlei rare systemen gaan bedenken om dat willekeurig te doen. Dus zo'n basisinkomen is zodanig simpel dat er heel weinig misbruik mogelijk is. Want je krijgt het gewoon. Het is niet, je kunt het niet onterecht hebben gekregen. Dat haalt dus heel veel gedoe weg. Je kunt niet zwart werken, want het mag gewoon daarnaast. En wat begrepen wordt, krijgt vanzelf ook meer legitimiteit. Daardoor, wat ook belangrijk is, dat mensen ook allemaal van elkaar weten wat je ongeveer krijgt. Nu is het dus heel vaag. Iemand kan wel zeggen, ik ben chronisch ziek. Ja, de een heeft een prima uitkering, de ander heeft niks, woont op straat. Het wordt wat duidelijker waar mensen aan toe zijn en waar anderen aan toe zijn. Ja, ik noemde al dat bepaalde kritieken erop zijn. Dus wat doet het met migratie? Nou, ik denk eigenlijk dat het alleen maar heel erg positief kan werken. Omdat die duidelijkheid ontstaat. Die des te belangrijker is als je uit een ander land komt en de taal niet helemaal spreekt. Elke euro die je erbij verdient, die mag je houden. Ik denk dat je een hele goede stabiele basis legt waarbij mensen meteen kunnen doorgroeien. In plaats van helemaal verstrikt raken in systemen en juist passiever worden. Mensen zijn ook een beetje bang van ja, het maakt de overheid machtiger of zo. Op Twitter zie je allemaal complotten. Ja, dat hangt ook samen met social credit systemen zoals ze in China hebben. Maar weet je, eigenlijk is dat al zo. We worden al totaal in de gaten gehouden als je iets nodig hebt. Dus ze staan al bij je huis te posten of je niet te vaak ergens anders logeert als je bijstand hebt enzovoort. Juist omdat iedereen het krijgt, denk ik dat er juist een heleboel controle ook wegvalt. Het kan wel zijn als je het enigszins budgetneutraal wil doen, dat er groepen ook achteruit gaan. Omdat wie nu, als je heel veel voorzieningen ervoor afschaft voor een basisinkomen, degene die in staat zijn al die voorzieningen ook daadwerkelijk te krijgen, het kan zijn dat het voor die groepen misschien ietsje minder wordt. Omdat anderen die nu buiten de boot vallen, ja, die gaan iets krijgen wat ze nu nog niet hebben. Daarin denk ik dat partijen gewoon hun eigen positie moeten kunnen innemen. Dat je misschien als linkse partij zegt, nou ja, oké, die persoon zit op dat niveau, we gaan gewoon iedereen daarnaar optillen. En misschien als rechtse partij zegt van nee, we gaan naar dat niveau. Dat kan door iedereen verder uitgewerkt worden. Maar het is wel iets om over na te denken van dat je anders al heel gauw natuurlijk weer allerlei uitzonderingen gaat creëren. En daar moeten ook weer allemaal mensen voor aan het werk. En het mooie van het basisinkomen was dat je daar allemaal vanaf kon. Dan heb je nog de optie om een half basisinkomen te doen. Dat had mij destijds bijvoorbeeld al enorm geholpen. Te weten dat in ieder geval de helft van je inkomen veilig is van wat je nodig hebt. En dan kun je bedenken, hey, als we nou eens met een groep gaan samenwonen, dan redden we het wel. Dus ook de helft kan al flink stimuleren en meer zekerheid bieden. Het enige is dat je dan niet van het hele systeem af kunt. Omdat je nog steeds een systeem nodig hebt om de andere helft toe te kennen aan wie wel aantoonbaar ziek is. Maar in ieder geval, ja, ben je iets veiliger, omdat het nu, dus zo, nu is het heel vaak alles of niets. Het is in Nederland een soort van heel hoog instapniveau. Terwijl heel veel mensen zijn niet zo eenduidig, helemaal ziek of niet. Er zijn te veel vage verschillende situaties waar je iets mee moet. Kortom, het is een manier om het land robuust te maken voor allerlei transities die gaande zijn, die heel veel onbehagen geven. Dat onbehagen zou je dus wat kunnen temperen als daarbij, ja, bij dat veranderingspakket ook een sterkere zekerheid komt dat iedereen goed wordt opgevangen als, ja, bepaalde dingen veranderen en misschien bepaalde privileges ook wegvallen. Dus laat het van een doodlopend huidig systeem vooral een goed robuust systeem worden, linksom of rechtsom. Hartelijk dank. Ja. Ja. Vragen, opmerkingen aan Josse. Ja, kom even. Ja. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is het dan. 6 heren. Even kijken of ik de microfoon aankrijg. Is die aan? Verstaan jullie mij? Dan ga ik naar de eerste vragen. Steller. Nou, jij houdt hem vast, ja. Ik heb een vraag aan de inleider, Joostens, hè? Josse. Josse. Oh, Josse. Nee,
Kan je iets zeggen over het feit dat in de politiek dus, wij zijn de partij voor het basisinkomen en hebben het basisinkomen als heel centraal punt, het centrale punt in ons programma. Andere partijen hebben dat ook, of maar meestal op een veel lagere plaats. En dat blijft maar en dat blijft maar, zoals dat bij de Partij van de Arbeid wordt er ernstig voor gestreden om dat hoger te krijgen, maar echt lukken doet het niet. Wat zou je nou zeggen in het kader van zo'n vraag van, als er dan zo'n politieke partij is als de onze, die dat als heel centraal punt heeft in zijn programma, moet daar nou op gestemd worden en of niet, of moet je dan je kracht als stemmer aan die partijen geven, zoals ook bij de VVD zijn er zelfs mensen die voor het basisinkomen zijn. Maar goed, dat blijft daar dan maar heel laag staan. Ik verzamel even een paar vragen, ja? Ja. Goedendag. Zou dat kunnen leiden ook tot een verlaging van arbeidskosten, waardoor een verschuiving macro-economisch kan plaatsvinden, dat de arbeid goedkoper wordt en in de toekomst dat de circulaire economie eigenlijk benodigt dat materialen en dat soort dingen duurder worden, kan daar een bijdrage? Hoe ziet u dat? Ja. Zou ik ze eerst alle twee? Ja, dat dilemma, ik denk dat het voor heel veel thema's geldt. Stem je op een kleine, meer getuigenispartij of op een partij die het ook wel ergens heeft, maar je weet niet of ze het prioriteit gaan geven? Ja, moeilijke beslissing. Ik zou toch iets meer naar de tweede neigen, maar ja, ook wel vaak teleurgesteld in wat komt er inderdaad in een coalitie uit. Maar dat je, in die zin is het misschien ook wel goed, natuurlijk fijn om met één zetel erin te komen, om iets gewoon te agenderen. En daar moet de rest zich dan toe verhouden. Dat hebben we natuurlijk met BBB en Bijeen gezien en alle partijen in het verleden. Het brengt iets in de Kamer en de rest gaat zich daar ook aan aanpassen. Alleen ja, een zetel zijn toch wel aardig wat stemmen die je moet hebben. Dus ja, lastige dilemma. Maar goed om het balletje overal op te gooien en dat alle partijen er wel iets mee doen. Wat betreft, maakt het arbeid goedkoper? Ja, het is meer dat ik door mijn eigen onderzoek ook hier uiteindelijk uitkomde dan natuurlijk echt heel specifiek specialist op basisinkomen. Ik kan me verschillende dingen voorstellen. Ik kan me voorstellen dat het dat er meer betaald gaat worden voor lonen, want mensen hebben al net die overlevingszekerheid van het basisinkomen, dus moeten echt wel verleid worden echt wat te verdienen. Tegelijk zou je kunnen zeggen, misschien gaan de lonen naar beneden, want er is geen bittere noodzaak meer om te verdienen. Dus mensen doen het voor een beetje ook al of zo. Dus het kan allerlei effecten hebben. Het zou in ieder geval wel mooi zijn om het op een manier in te regelen dat het wel uiteindelijk dit effect heeft, dat het aantrekkelijk wordt mensen aan te nemen. Je ze niet dus volledig onder kunt betalen, want ze hebben die basis al. En dat inderdaad vervuilende dingen duurder worden. Maar volgens mij zijn daar ook verschillende modellen nog voor mogelijk. Moeilijk eenduidig te zeggen. Weer twee vragen. Jawel, oh, ik zal nog wel even staan. Ik viel me net op over IJmuiden bijvoorbeeld. Ik woon tegenover Tata Steel in Oud-IJmuiden. Daar is veel longkanker en andere kankers door het RIVM vastgesteld. Maar jij zei van het is ook precies de kaart van waar de armoede het meeste heerst. Nou, ik heb in IJmuiden niet helemaal de indruk, maar ik weet het niet zeker, dat daar veel armoede heerst. Kan het een combinatie zijn van twee, de industrie en ook wel armoede? Want er zijn natuurlijk ook mensen die bij Tata Steel gewerkt hebben, die ook dingen opgelopen hebben. Mm-hmm. Maar ja, het is ook niet zwart-wit, ik weet het. Fijnstof verdeelt zich over het land op een compleet andere manier dan je zou verwachten. Maar goed, ja. Dat is even zijweg. En ja, ik denk dat sommige wijken daar een beetje een dubbele klap hebben. Dat Velsen Noord bijvoorbeeld niet zo heel welvarend is en ook nog die vervuiling. Dus het echt, ja, dan krijg je het allemaal bij elkaar opgestapeld. Ik wil ook niks afdoen aan de ernst van plekken waar die industrieën spelen. En daar raakt het ook iedereen, niet alleen lage inkomens. Het viel me alleen zo op over die andere kaart, hoe massaal dat ander is. Alleen omdat het dan iets gespreider is, hebben we het er wat minder over. Maar van, oeh, wat is dit keihard, de armoedekaart eigenlijk.
Dus ja, dat komt er gewoon allemaal nog bij. Ja, ik vind het een heel helder verhaal. En ik vraag me af, zijn politieke partijen wel eens, hebben die wel eens u benaderd om dit uiteen te zetten? Ja, dat gaat best wel hard rond inderdaad. En ik noem wel een aantal kernpunten. Dat basisinkomen staat er normaal een beetje klein bij met een vraagtekentje. Maar ik noem het vaak wel even van dat er hoe dan ook iets met die basis bouwen voor iedereen, zekerheid, complexiteit, echt iets mee moet gebeuren. En volgens mij heeft het ook wel impact, omdat er nu gewoon een aantal dingen tegelijk zijn gebeurd. Toeslagenschandaal, ja, die atlas, dan nog meer dingen die... Er komt steeds meer boven, toch. En ja, de tragiek is een beetje, dat vind ik altijd een beetje het cynische. Dit soort dingen komen pas op de agenda als het de middenklasse ook gaat raken. Van dat wat ik net vertelde over mijn ziekte en uitkering en gedoe, dat is dus al 18 jaar geleden. Dus dat komt ook niet door een Rutte of een Kamp of weet ik veel. Dat zit al veel dieper helemaal door de samenleving heen. Maar het komt nu, nu komt het echt vol naar boven of zo. En dat is ook wel hoopvol. Bij sommigen wel. Maar ik denk dat echt hoe ernstig het soms is en hoeveel mensen tussen wal en schip vallen, wordt echt nog wel moeilijk begrepen. Het gaat heel vaak toch, ja, dat merk je ook een wethouder die heel sympathiek dan even 2 weken in de bijstand gaat. Op zich heel mooi, maar je voelt dan alleen nog maar het inkomensbedrag. Daarmee maak je nog niet mee dat je die bijstand ook misschien wel helemaal niet had gekregen. Dat je erop had moeten wachten. Dat je een fout had kunnen maken. Die stress is heel moeilijk over te brengen naar mensen. En ook dat je dus soms gewoon echt niks kunt krijgen. Dat, mensen hebben nog altijd het idee, lage inkomens, ja, dat is laag in vergelijking met mijn hoge inkomen als gevestigde, zeg maar. Maar het is vaak echt nog heel veel slechter, zeg maar. En dus ook heel veel van die werkende armen die in vage constructie zitten, die ook niet zo worden gezien. Dus, volgende vraag. Nog een hoop te doen. Nou, ik heb eigenlijk geen vraag, maar een opmerking. Maar ik wil je eerst bedanken, want ik vind het echt geweldig. En heel Nederland zou dit verhaal moeten horen. Dankjewel. Ik ben een vrouw, ik ben een alleenstaande moeder van 3 kinderen en ik heb alles wat jij net heb duidelijk gemaakt. Dat heb ik gezien en ook met mijn opleiding. En ik vind het geweldig. En wat ik over werk wilde zeggen, over of mensen minder zouden gaan werken. Ik denk dat, en ik weet dat mensen veel effectiever gaan werken. Dus dat mensen veel gemotiveerder en effectiever zullen gaan werken en daardoor hun loonkosten veel meer op zullen brengen in resultaat. En ik werk zelf 15 uur en ik zie dat aan mijn collega's die 40 uur werken of 23 uur. Of je kunt gewoon veel effectiever met je tijd omgaan als je een basisinkomen hebt. En dan wil ik dan aangeven dat ik altijd met die uitkeringen altijd toestanden heb gehad. En ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik nu, eerst ben ik uit de uitkering gegooid omdat ik een erfenis kreeg. En nu heb ik dankzij mijn moeder woon ik eigenlijk gratis. Of tenminste, dat wordt betaald door mijn erfenis. En daardoor heb ik eigenlijk feitelijk een soort basisinkomen. Dus ik hang tussen die werelden in. Maar dit is de toekomst. Dit is de toekomst voor iedereen die geen moeder heeft, die geen vangnet heeft. Ja. Voor iedereen. Ook voor mensen die niet goed met hun rijke pa doorheen deur kunnen. Ja, daar hangt het allemaal te veel van af. Het is gewoon socialistisch. Ja. Het is gewoon voor iedereen. Mannen en vrouwen heb je vast ook genoemd, want ik kwam te laat binnenlopen. Maar vrouwen en mannen worden gelijker door dit systeem. Ja, je wordt gewoon onafhankelijker van elkaar ook. En heel herkenbaar hoe je uiteindelijk gered wordt door zo'n toeval iets. Dat was bij mij dat ik, toen ze gingen dreigen in die bijstand, gewoon bij mijn vriendin ben gaan wonen. En toen die lange investering kon doen qua werk. Maar ja, en ook van die productiviteit, zo herkenbaar. Van wat die stress wegneemt aan levenskracht of zo, dat is gigantisch. Als je dat zou kunnen uitdrukken in geld of zo, dan volgende vraag. Ja, dat is heel zonde.
Ik heb het eerste gedeelte van jouw verhaal gemist, helaas. Maar ik heb wel een vraag. Ik ben een voorstander van het basisinkomen. Alleen is mijn vraag van hoe sterk hangt het af ook van de inflatie. Dus de koopkracht die erbij komt. Dus op een gegeven moment wordt zo'n basisinkomen zou werkelijkheid kunnen worden. Dan heb je dat en ineens wordt alles weer veel en veel duurder. Of juist maar te zeggen van ja, je moet eens luisteren, je hebt een basisinkomen. Ik ga gewoon de huurvogel en zoek me een baantje erbij. Ja, ja, volgens mij, dat risico wordt inderdaad genoemd. Ik ben daar dus geen expert in. Maar de vraag is of het echt heel veel nieuw geld in de samenleving brengt. Of het niet... Volgens mij zit zijn waarde vooral in de rust. Dat je het zeker weten krijgt. Ik weet niet of inflatie... Stel, eerst heb je 1.000 euro maar met stress en controle en dan heb je 1.000 euro zeker. Is hetzelfde bedrag. Dus ik vraag me af, gaat dat onzekerheidsverschil invloed hebben op inflatie? Want eigenlijk komt het voor een heel groot deel daarop neer. En ook, kijk, heel veel hogere inkomens krijgen het ook, die nu geen uitkering hebben. Dus in die zin ben je geld aan het toestoppen. Dat moet je eigenlijk via belastingen weer vereffenen. Ja, dan houden die mensen ook precies evenveel geld. Het is eigenlijk vooral enigszins een herverdeling van zekerheden. Je kunt natuurlijk dat basisinkomen veel hoger doen. Dat hangt er vanaf ja, welke politieke partij het doet. Dan heb je misschien dit risico. Alleen het fijne is, dan is het wel voor iedereen gelijk. Want dat is mijn twijfel een beetje bij dat verhoging van het minimumloon wat ik laatst hoorde. Of verhoging laatst bij een krant, wel voor de vaste werknemers, niet voor de ZZP'ers. Als zeg maar de helft van de samenleving ineens iets meer krijgt, wat inflatie oplevert en de andere helft niet, is die andere helft aan het dalen. Dus ja, dit risico bestaat, maar het levert in ieder geval geen nieuwe ongelijkheid op. Zo, dat is dan nu, in ieder geval het voordeel. Nu ga ik streng zijn, nog 4 vragen, daarnaast pauze. Een hele korte vraag. Je zegt, je noemt het basisinkomen een beetje klein, zei je toch? Zo'n beetje klein eronderaan, als je dit soort presentaties houdt, toch? Ja, het is niet het hoofdthema, maar ik noem hem er wel bij als optie. Ja. Ik noem het erbij als optie. Waarom ga je het niet als conclusie noemen? Ja, omdat uiteindelijk het toch... enigszins politiek neutraal blijven of zo, dat ik het niet, maar wel, ja, wel duidelijk als optie van het moet in ieder geval iets in die richting zijn. Dat, kijk, er zijn natuurlijk verschillende opties. Hè. Je kunt van alles verzinnen om al die gaten op te vullen of bestaanszekerheidsniveau verhogen. Maar ik denk, ik neig zelf dan hier naartoe. Maar ik wil ook weer oppassen dat ik bij een soort neutrale analyse in opdracht van de gemeente te veel helemaal daar wordt ingedeeld. Maar ik zorg wel dat het altijd even geplucht is. In de hoop dat het balletje gaat rollen, zeg maar. Nog 2 vragen. En misschien kan ik een keer een los stuk erover schrijven, waarin ik wel gewoon helemaal een pleidooi er inderdaad... Ja, ik wil je ook heel hartelijk bedanken. Ik ben hier voor het eerst. Ik kom echt uit de transitiebeweging. Ik ben al 30, 35 jaar met voedseltransitie bezig. En voor mij was dit soort... strijd, zeg maar, altijd iets, ja, maar dat speelde zich ergens anders af. Maar ik zie steeds meer, en ben blij dat hier iemand ook dat noemde, zeg maar, dus de verschuiving van belasting op arbeid, dat er in de samenleving veel meer mogelijk gaat worden. En dat mensen die nu inderdaad afgehaakt zijn of erbuiten vallen, dat die ook weer aan boord kunnen komen. Daarvan denk ik bijvoorbeeld aan, dat vind ik heel spannend, van... er zijn ook heel veel mensen die zitten vast in bullshit jobs, omdat een arbeidsloon in feite een soort gijzeling inhoudt. En die kunnen nu bedenken, wil ik dat nog wat? Dan zie ik aankomen dat er heel veel werk, wat we eigenlijk helemaal niet nodig hebben, wat we beter zouden kunnen laten, dat gewoon komt te vervallen, gaat geitpijn doen en voor chaos en weerstand zorgen. Maar ik vind dat toch een vooruitgang, zeg maar, omdat die energie die komt ook vrij voor inderdaad aangehaakt blijven en in de samenleving iets teweeg brengen. Ja. Ja, daar gaat nu heel veel energie, wordt daar nu verspild. Alleen ja, vanwege dat arbeidsethos of zo wat heel erg leeft, is daar weinig kritiek op. Maar ik denk van ja, vanuit dat perspectief kun je toch ook zeggen dat daar heel veel verspilling plaatsvindt. Want daar kunnen veel zekerdere banen worden, een deel kan geautomatiseerd. En daar ontstaat wel druk op als mensen ook een alternatief hebben en die rotbanen niet aan hoeven te nemen. Dus ja, ik denk dat het
het veegt wel wat bullshit-banen weg. Of maakt het mogelijk, een deel daarvan van het werk moet natuurlijk wel gebeuren, maar om, dan is misschien één baan genoeg, in plaats van dat je 's nachts nog naar een tweede baan moet. Of zo. Dat vindt ook veel plaats. Laatste vraag. Ja, dankjewel. Jij ook bedankt voor jouw presentatie. Ik vond het echt heel goed. Dus ook sluit ik me aan bij diegene die zei van, hey, dit moeten veel meer mensen nog gaan horen. Jouw co-auteur, René, hè, die zei mij zo'n jaar of 10 geleden van, Bert, met armoede ga je de verkiezingen niet winnen. Ik ben heel blij, hè, dat René nu tot een andere conclusie is gekomen. Ik vind, hè, wat jij met hem hebt onderzocht en gepubliceerd, vind ik erg goed. Je hebt heel veel scheidslijnen, heel veel details, hè, in de Nederlandse samenleving zichtbaar gemaakt. Maar ik zou graag nog van jou willen horen over een wat grotere lijn. Hè, over neoliberalisme, over kapitalisme. Als je kijkt naar die periode daarvoor, toen het allemaal begon. En toen had je ook eigenlijk opstand, hè, vanuit de onderkant van de bevolking. Ik weet niet of daar een parallel mee is te trekken. Daar ben ik benieuwd naar. Naar de parallel met het verleden en dan echt over 100 jaar terug. Met de opkomst van het neoliberalisme en het kapitalisme. Dat vind ik een interessant gegeven om ernaar te kijken. En wat mijn buurman mij vroeg van, denk jij, hè, dat we met de veranderingen die dan hopelijk gaan komen, dat we daarmee, zeg maar, het vertrouwen van de mensen in elkaar, maar ook het vertrouwen, zeg maar, in de overheid kunnen herstellen? Ja, met die vereenvoudiging valt denk ik heel veel te herstellen onder allerlei groepen die misschien op andere vlakken het niet met elkaar eens zijn. Ja, het is voor een groot deel is dit ook wel een effect natuurlijk van dingen die al heel lang geleden zijn ingezet, die misschien niet altijd aan elkaar worden gelinkt, maar ja, in de jaren 90 was het allemaal blij, 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 maar volgens mij is toen best wel een basis gelegd waar je 20 jaar later denkt van, oh, dat is allemaal niet zo heel slim geweest. Toch neoliberalisering, dingen allemaal uitbesteden aan andere instanties waar de overheid niet meer zoveel grip op heeft en zo. Maar dat keert zich pas tegen je als het wat langer duurt en minder goed gaat. Ja, of er net als in het verleden bijvoorbeeld een revolte kan komen. Kijk, we hebben al die buitenstaanders bij elkaar opgeteld om even te laten zien, pas op, dit is een heel groot deel van de samenleving. Los zijn ze misschien allemaal klein, maar samen zijn ze wel groot. Alleen als je natuurlijk gaat inzoomen, zijn het allemaal weer heel andere groepen die niet zo snel samen een opstand zullen beginnen. Omdat ze, ja, de een was met corona heel anders dan de ander. De een denkt over migratie heel anders dan de ander of zo. Dus het zal nog niet zo snel één front vormen. Maar gaandeweg is het wel een heel groot deel samenleving, wat in ieder geval op dat establishment heel erg is afgehaakt. Ja, en vroeg of laat, ja, wordt dat op een of andere manier misschien wel een clash, als er ooit iemand opstaat die die groepen wel allemaal kan verbinden. Tegelijk kan het ook weer neutraliseren. Ik heb het idee dat Omtzigt nu eigenlijk als gematigde partij daartussen duikt, bijvoorbeeld. Dat die, het hoeft niet alleen maar verder te radicaliseren. Het kunnen ook weer middelpunt vliegende krachten, zeg maar. Nou, over dat vertrouwen. 2000 langdurig werklozen in Finland kregen gedwongen een basisinkomen. Dat zou in Nederland niet kunnen. Wat bleek, zelfs met dat lage basisinkomen, €560, zo hoog is de bijstand in Finland, want je krijgt ook nog energiegeld en woongeld, kregen ze meer vertrouwen in zichzelf en meer vertrouwen in de overheid. En de allerbelangrijkste was, maakte een enorme sprong in gezondheidszorg, zowel mentaal als fysiek. Dus je sneed dat thema aan gezondheidszorg, dat is heel belangrijk, ook als verbindende kracht voor het basisinkomen. Ik wil Jos heel hartelijk bedanken en nu is het pauze. Dankjewel. Ja. De pauze is beneden.